ben vandaag een avondje bij Beauty and the Beast met mijn friends. We hebben eigenlijk gewoon een hele rij geclaimd. Eerste rij, super goed uitzicht. Ik ben heel benieuwd naar de worsteling. Wat denk jij? Wordt die leuk? Ja, ik word betoverd. Wordt die betoverd? En we hebben de hele volle cast, eigenlijk de originele cast. Super chill. Ik heb er zin in! Waar gaan we heen? Naar de kloot. Waar ligt dat? Van de kaart. We komen daar. Patje af. Patje af. Oké, ik ga dus met mijn twee broers naar Londen. Oh. Het verkeerde vliegtuig. Nee. Het verkeerde vliegtuig. Dat is hartstikke leuk. Ik heb echt zin in. Dus ik ben... Ik hoop dat ik met het weekend nog leef. En dat ik niet voor die twee gewoon dood ben. Veilig aangekomen in Londen. En nu de bus pakken naar het appartement. Woe! Hebben we er zin in? Nee. Oké, aangekomen in ons appartement. Ik zal een kleine tour geven. Hier kom je binnen en dan heb je hier gelijk rechts een badkamer. Super netjes. En als je hier doorloopt, dan heb je de kamer van de jongens. Master bedroom, where all the magic happens. Niet echt. Goed. En dan heb je hier een super grote woonkamer. Met een fantastisch uitzicht. Super grote ramen. En dan onze keuken. Echt, dit is mijn bed. Mijn bedbank. Hungry, I couldn't hide behind a strong boy. All around the world. Oké, eerste dag gehad en we gaan nu lekker eten in een superleuk Argentijns restaurant. Ik heb er heel veel zin in. We hebben gewoon een burger besteld. En mijn broer gaat voor de ribben. We shall see! Dag 2 van het Londen avontuur en we zijn een keer in Notting Hill. I'm better sleeping on my own cause if you like the way you look that much. We zijn nu in het grootste shoppingcentrum van Europa, Westfield Shopping Center. Het is mega groot, het is echt gigantisch. En we gaan even nog wat leuke shoppen zoeken en ik hoop nog een outfit te vinden voor de première van Rokjesdag. Want daar ga ik over 2 weken heen en ik moet natuurlijk wel fashionable uitzien. Mijn broer neemt even een haircut. Een barber hier midden in het winkelcentrum. Dagje museum, ook nog deel. We zijn nu in het National Museum of History bij de dinosauriërs collectie. En hij is echt amazing en super groot. Echt mega tof. Mijn nieuwe vrienden. En dan vind je een olifant een groot dier, maar dan kijk je naar links. Zie je dat de walvis toch wel een paar stukjes groter is. Ik heb mijn 11 volle vogelkorts. Ik neem deze mee. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer. Bekijk de volgende video hier. En ben je al geabonneerd? Doe dat dan snel. Tot de volgende keer. Doei doei!